Als ik in het OV reis, dan doe ik vaak oortjes in, maar die zet ik dan niet aan en dan luister ik naar gesprekken van andere mensen. Maar ik zie ook vaak jongeren in het OV reizen en ik vraag me af, wat doen die eigenlijk? Ik ga het ze vragen. Hoi, zou ik hier mogen zitten? Ja. Dankjewel. Wat ben je luisteren? Nederlandse rap. Ah, heb je nog goede tips? Wat is dan goede Nederlandse rap? Ja, mijn favoriet is een Grote en Florent. Is dit upcoming of zou ik dit moeten weten? Ja, ik weet niet. Ik denk als je muziek vaker luistert, dat je dan wel weet wie het is. Ja. Maar ik vind persoonlijk wel dat jij komt ook net vrij. Oh joh, hij zat in de bak. Ja. En ga je straks iets leuks doen als je thuis komt? Nee. Ah. Ik denk even een serietje kijken. En kijk je misschien dan ook nog series in het openbaar vervoer zelf? Zeker, op de telefoon. Ah. Heb je nog tips? Ik kijk heel erg veel meidenseries. Ah. Emily in Paris of Gossip Girl. Oké. Okay. Ja, ik weet niet of dat je ding is. Maar... Het is niet mijn ding, maar wie weet voor andere mensen wel. Ja. Hi. Hi. Wat luister je net? Ik luister een nummer van Rihanna. Oh. Alright. Heb je nog bepaalde dingen die je altijd doet in het OV? Ik zie je al bezig met een schip. Ja, ik luister meestal van audioboeken en nu ben ik dat leren gewoon toets. Dus ben je vooral zeg maar, in een soort werkmodus of in een ontspanningsmodus als je in het OV zit? Maar ja, nu zit ik dan in de werkmodus voor school, maar meestal zit ik wel gewoon relaxed. Ja. Maar, ja. Ja, eigenlijk wel een chill momentje zeg maar voor mezelf. Ja, een stukje ontspanning is het eigenlijk. Ja, precies. Ja. En ik kan ook nog een beetje mijn stof doorleren zeg maar, voor ik een toets heb bijvoorbeeld, als ik in het OV zit. Ah, oké. En dat is, zeg maar, als ik een uurtje moet reizen, dan heb ik toch nog even de tijd, geluk. Ja, kun je er even dan blokken? Dat maakt wel chill, ja. Ah, wat goed. En reis je ook altijd alleen of soms ook met vrienden of zo? Ja, ook wel soms met vrienden. Alleen, dat is zeg maar buiten school. Oh, ik zie ook de stelt. Ja. Dus openbaar vervoer is voor jou denk ik ook wel redelijk cruciaal. Ja, ja ik woon in Den Haag en ik moest hier naar het ziekenhuis voor een check. Dus het is heel fijn dat deze is, omdat je bijbrengt. Ja, precies. Ja, en heb je nu ook dat je denkt van, goh, ik wist eigenlijk niet dat het zo cruciaal kan zijn om jezelf te kunnen vervoeren als het moeilijker gaat? Ja, het is heel gek als je soort van je mobiliteit ineens heel ingeperkt wordt. Dus dan is het heel fijn dat je gebruik kan maken van openbaar vervoer, maar was ook heel dichtbij je locatie. Reis je überhaupt vaak met het OV? Ja, als ik naar school moet, moet ik wel. Oh ja, precies. Als ik gewoon naar familie toe ga, want je hebt gewoon bepaalde trends, die gaan echt gewoon voor de deur stoppen. Dus. Wat zijn de uitjes die je laatst met het OV hebt gedaan? Naar Rotterdam, zeg maar, naar Beurs, zeg maar, of naar Stek. Dat is een club daar. Ah. Rond 6 uur of zo kun je dan weer de OV naar uit. Nou, superleuk. Ja. Als ik terugdenk aan vandaag, dan heb ik veel jongeren gezien die naar studie of naar school gaan. Of naar vrienden en familie. En je hebt misschien het beeld van het gedachteloos scrollen. Maar je kan zoveel meer, heb ik ze ook vandaag gezien, doen. Namelijk luisteren naar een podcast, naar een audioboek. Muziek luisteren. Ik zag een jongen en die was er even voor zijn toets aan het studeren. Maar er is gewoon zoveel meer mogelijk. En dat wist ik niet.